Mijn naam is Ronnie Overgoor en in deze video deel ik 5 bronnen die jou waanzinnig gaan helpen als jij wil gaan starten met ondernemen. Wat zijn die 5 bronnen? We gaan snel van start. Om te beginnen de allereerste en je bent er al. En dat is YouTube. Zodra je wil gaan ondernemen met YouTube heb je heel veel vragen. En het enige wat je moet doen om mee te beginnen is al die vragen intypen in Google of in YouTube. Hou je meer van lezen en van lekker tekst, dan vind je je weg via Google. En als jij meer bent van de bewegende plaatjes en het video, en daar ben je, want je bent bij deze video beland, dan is YouTube de bron. Je vindt er antwoord op al je vragen. Of het nou financiële vragen, strategische vragen, vragen over klanten, vragen over boekhouden, vragen over personeel. Het maakt niet uit. Er zijn ontelbare bronnen op YouTube die je daarbij kunnen helpen. Duik YouTube of Google in en stel je vragen. Je zult er heel veel antwoorden vinden. Dat is de eerste bron die jij kan gebruiken als startend ondernemer. De tweede bron. En de tweede bron die heeft wat meer te maken met niet zozeer de kennis die je op YouTube en Google vindt, maar de mensen die je nodig hebt. En die vind je maar op één plek. Als jij ondernemer wil worden, dan vind je je zakelijke connecties en je zakelijke netwerk vandaag de dag nog steeds op LinkedIn. Dus ben je, zeker bij jonge ondernemers zie ik nog wel eens dat je zelf nog geen LinkedIn profiel hebt. Maak er één aan en bouw je netwerk op. Het is super makkelijk. Je bouwt ook razendsnel een netwerk op. Ga connecten met mensen. Stel vragen onder postings op LinkedIn. Dus zorg dat je actief meedoet met LinkedIn. En binnen een paar weken, binnen een paar maanden bouw je je eigen netwerk op. Ga bij mensen uit jouw branche rondkijken. Volg ze, volg bedrijvenpagina's, reageer op artikelen en stel vragen. Ben sowieso niet bang om vragen te stellen. We hebben er nog 3 te gaan. En de derde bron die je kan aanboren als startend ondernemer, dat is je concurrentie. Je hebt een plan, je wilt wat gaan doen en je bent vast niet de enige. Er zijn ondernemers die starten iets wat echt nog nooit iemand gedaan heeft. Maar de meeste mensen die starten met een onderneming die ook door andere mensen al wel eens is gestart. Dus ga daar kijken. En dat kun je op van alle hand. Die bron is ook weer heel groot. Want je kan naar de websites gaan van concurrenten. Je kan kijken naar de personen die daar werken. Je kan ze volgen op social. Je kan bij de bedrijven op bezoek gaan. Stel je wil een sportschool starten. Verzin maar een list. Dan kun je bij andere sportscholen gaan kijken. Stel je wil iets in de retail doen. Dan kun je bij andere retailers gaan kijken. Stel je wil met e-commerce aan de slag. Dan kun je op andere websites gaan kijken. Kijk naar die concurrenten. Kijk naar de mensen die die bedrijven runnen, volg hun op social en leer van hun hoe zij het doen. Waarom? Om ze te kopiëren? Nope. Er is geen enkele succesvolle ondernemer die andere ondernemers kopieert. De succesvolle ondernemers die doen precies datgene op een andere manier dan dat de concurrentie het doet. Dus dat is de belangrijke reden om die derde bron aan te boren. 1. Om te kijken hoe je hele concurrentieveld het aanpakt met maar 1 doel. Te zorgen dat jij het anders doet. En beter uiteraard. Dat is de derde bron die je kan aanboren. En de vierde bron, dat zijn je, wat ze ook wel eens noemen, je family and friends. Je familie en je vrienden, je dierbaren. En waarom is dat nou zo'n belangrijke bron? De allerbelangrijkste reden dat ik die als bron noem is omdat familie en vrienden die zeggen je de waarheid. En als je wat mensen, hè, als jij op Facebook of LinkedIn en je gaat posten van joh, ik ga mijn onderneming starten en dit en dat, dan krijg je al vrij snel reacties eronder van oh wauw, fantastisch, thumbs up, hartje, like, helemaal cool, je weet wel, alles goed. Maar dat is niet wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is iemand uit je familie of je broer of je zus of je tante of je oom of whoever of een goede vriend van je of vriendin van je die jou de waarheid zegt. Die zegt ja maar gast, het is goed dat je wil beginnen. Ik vind het een supergoed plan, maar heb je ook hier aan gedacht? Of eigenlijk als ik naar jou kijk, dan twijfel ik een beetje of je dat wel goed zou kunnen. Dus zorg dat je kringetje van beste vrienden, je kringetje van je familie, diegene die close tot jou staan, dat jij die aanboord als bron om te om je plannen en je ambities en je ideeën om die te toetsen. Waarom? Omdat je de waarheid te horen krijgt. Blijft er nog maar 1 bron, de allerbelangrijkste bron blijft over. En dat is de 5e bron die jou kan helpen bij het starten als ondernemer. En misschien raad je me al, maar dat ben jij helemaal zelf.
Uiteindelijk kom je alleen ter wereld en je gaat er weer alleen vanaf. Maar ik bedoel het serieus. Jij bent degene die een succesvol ondernemer kan worden door het zelf te doen. Dus boor die bron aan. En daarmee bedoel ik, kijk jezelf in de spiegel aan. En vraag jezelf, weet je het zeker? Ga je het doen? Doe dat zelfonderzoek naar je eigen beweegredenen, je eigen motivaties. En ben ook super eerlijk naar jezelf toe waarom je dit wil doen. En als je dan tegen jezelf, en je hebt die family and friends ronde gehad als vierde bron. En je hebt al die informatie online gevonden op de netwerken zoals LinkedIn en YouTube. En je kijkt jezelf aan in de spiegel en je denkt van yes, we gaan het doen. Dan weet ik één ding zeker, dan ga jij een succesvol ondernemer worden. En daar wens ik je heel veel plezier mee. Want één ding, ondernemen is het aller tofste wat er is. Dankjewel voor het kijken. En wil je nou meer tips en tricks, volg dan de playlist waarin ik, die vind je hierboven, waarin ik nog veel meer tips geef over het starten van je bedrijf, het starten als ZZP'er, het groeien van je bedrijf. Dus als je nog meer wil weten, kijk gerust en wil je laten inspireren door andere ondernemers. Ik noemde het al als eerste bron, YouTube. Uiteraard is 7DTV daarvoor de perfecte bron. Meer dan 1000 gesprekken staan er al online met van allerhand ondernemers, ook uit jouw branche. En elke week komen daar 2 nieuwe bij. Dus subscribe hier onderin. En ik zie je in de volgende video. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!